Elke zage, elk verhaal, ieder sprookje en legende, al wat er geschreven is. Houdt opnieuw in elke taal, gaat uiteindelijk over liefde, of daarvan het gemis. Dus kijk maar snel, jij lellebel, soms is het er de hemel, soms ook hel. Het is bij Wulke binnen echt, vaak in groot drama, dat zie je zo wel. Dus ga er goed voor zitten en kijk nog maar een keer naar pittige Wulke tijden. Mijn god, wat wil je meer? Nou, ik ben Lander. Oh! Pander? Nee, Panda. Nee, Sander! Sander. Dat was Laura en... Ik weet niet wat die meid wil allemaal. Eerst wil ze mij graag. Heeft ze mijn bed ingelokt. En nu... Nu negeert ze me. Vrouw, ik begin er nooit aan. Nooit. Kan me niet schelen. Oh, ik ben... Ik ben mijn titel kwijt. Ik ben mijn titel kwijt. Even mijn titel op de grond zoeken hoor. Hé, hey, Inna! En mijn titel. Die ben ik vergeten. Kijk, daar heb ik ze weer. Ja! Laura. Oh nee, Laura. Ik voel me niet zo goed. Ik heb hoofdpijn. Volgens mij is iets raars gebeurd. Ik zeg al die wijven als ze geen zin hebben in seks. Er is iets raars gebeurd! Over seks gesproken, hè? Over seks gesproken. Ja? Je wilt toch over seks hebben? Hoe? Ja. Het is gelukt, hoor! Het is allemaal gelukt! Het is gelukt! Yes! Win! Wat is gelukt eigenlijk? Ja, weet je dat nog niet meer als vorige week? Heb je in één week zoveel drankjes naar binnen gewerkt? Dat jij gewoon Korsakoff hebt in één week? Ik ben mijn geheugen kwijt. Wat is er nou gebeurd allemaal? Zeg, Inga. Ik heb er niks meer van. Inga. Ja. Kan mij nog niet schelen. Nee, wat kan jou wel schelen? Het kan mij wel schelen. Kan het schelen? Waar is mijn geheugen? Ik ben nog steeds Laura. Een ruwe diamant voor de mensen die het nog niet gezien hadden. Mijn geheugen. Zeg, je hebt een bult op je hoofd, Inga. Wat heb je gedaan? Oh, het is allemaal... Laura, er is iets vreselijks gebeurd. Wij kerels van Bulken gaan dit onderzoeken. Ja, en nu? Een namenpintje natuurlijk. Even kijken. Oh nee, daar is het niet. En daar heb ik... Oh ja. Wat lees ik nou? Wat zien mijn oogjes nou? Mitch, kom er eens bij. Lees eens met me mee. Moe, moe, moe. Ja, kijk daar. Daar staat het. Eindelijk wordt er aan de zaak gewerkt. Tevens de dood van Frans. Worden er onderzoeken gehouden van vastegangers van de Bulken. Gaat hij dan mij ook ondervragen? Ik was degene die het lijk vond. Oh, ik ben benieuwd. Wij beginnen anders maar eens even met Laura. Zo, gaat dit lang duren deze omgein? Ik heb hier toch helemaal geen zin in. Ik heb een pintje voor je meegenomen. Verdachte 2. Daar heb je met Sander. Jere Brut tegenwoordig Bulken. Ja. Mooi. Waar was u op de desbetreffende avond? Ik heb geleefd. Ik was bij Sander. Nee, oké, dus het klopt van die Sander. Ja, dat klopt, dat kan me toch niet schelen. Ik had gewoon zin in seks. Ik denk, ik jacht het zwits af bij die Pascal. En ik ga gewoon seks hebben met die stomme Sander die ik gewoon niet meer wil zien. Een briefje achtergelaten waarop stond van, de seks was niet zo goed. Waar was je 's ochtends? Bij Sander. En waar was deze Laura toen u wakker werd? Ja, dat weet ik dus niet. Weg, weg. Ja, weg. Hè? Hè? Zijn jullie zo te schreeuwen? Neem een pintje. Hysterisch, wij hebben haar gebarsten meegemaakt. Dit is te
stoel? Dat is de stoel, inderdaad. De stoel. Tom wijf! Oh. Ja, gaan ze maar zitten. Wat dat factuurafschrift kun je zien van dat ik daar pas na de moord heb uitgecheckt. Waar was u op de avond van de moord? In Bulken. Lieve schat, ik sta toch achter de jas en dan weet toch iedereen? In Bulken, juist. Ja. Juist. Juist. En is het niet zo wat u gezegd heeft wraak te zullen nemen? Wie weet dat gezegd dan? Ja, daar kijkt u even van, hè? Is het niet zo? Goed van de wederbaars. Geen commentaar. Natuurlijk gedegradeerd was. Dat wc-borstelpoetser. Ja, het duurde even dat ik hier was, ja. Want ik moest dan met de auto komen en u zit kon op. Pardon? Ik was bij mijn ouders geweest en dat was heel erg ver weg. Kunt u misschien iets verstaanbaarder praten? Nou, ik was niet zo positief over de wc-borstelfunctie, maar... Ik vind het zo verschrikkelijk dat er gebeurd is. Ik heb zo het Frans te doen. Ja, ik vind het vreselijke Frans te optisch, hoor. Maar ik denk dat hij het heeft gedaan. Maar mevrouw, ik denk dat het Kevin is, hoor. Kevin heeft het gedaan. Zijn er bepaalde feetjes tussen u en heer Harm Jan? Alleen... Uit! Oh, nou, mijn lieve lichtkleur, dat kunt u wel zien. Meter, ja, die zit er wel vast. Daar ga ik, jongen. Ik kan wel bij die katkooi. Oh, ze. Waarom was u undercover in Bulken? Is het niet zo dat u gelijk na de moord op de crime scene aanwezig bent geweest? Ja, nou, overal waar spannende dingen gebeuren ben ik aanwezig. Want ik wil tv-ster worden. Nou... Ja, Fokja, kat is leuk. Ik denk die travestiet niet. Ik doe het ook leuk. Ik denk dat ik ook leuk. Is het niet zo dat u vlak voor de moord geklaagd hebt over de prijzen in de desbetreffende uitgaansgelegenheid? Ja, dat zou ik je eens even vertellen, maar het is van 1,70 naar 1,09 gegaan. Het is gewoon te duur. Heeft u daar over geklaagd of niet? Ja, tuurlijk heeft u erover geklaagd. Ik vind het verschrikkelijk. Oh, nou, ik ga nu proberen... te articuleren. En dat is een moeilijk woord voor iemand van platteland, ja? Nou, geen streepjes. Zodat wij kunnen wat tussen stappen. Goed, wat weet u over de moord? Welke moord? Maar wellicht wel met gooien van met wijnflessen? Nou, ja, op zijn keer op zijn tijd. Dat is leuk hoor, gooien met wijnflessen. Daar hou ik wel van. Op Frans. Oh, Frans. Ja, daar weet ik daar niks van. Hè? Goed, daar hebben we natuurlijk... Hi, bedeesd, ik ga in de picture. Ja, voor mij moet hij even zitten, wij. Daar gaan zitten, hoppa. Ik ben een beetje Zwitser, want het gaat niet goed met u, hoppa. Ik wist dat je het is heel veel erg meer, wist dat je het is te veel erg leuk. Slechte notering bij de baas. Waar was u? Ja, wat bedoel ik? Nou, ik was buiten. Ik was buiten. Nou, zullen we eerst even kijken, hè? Waar was u op de avond van de moord? Nou, het lag gewoon in dit. Oh, schitterend. Oh. Alex! Hallo! Oh, ja. Ook even vinden. Ja. Dit is mijn hondje, Mitch. Zeg maar, ik gok iets te veel. Wacht even. Miracle Tissue! Oké, dit hondje vond ik op de crime scene. Ik werd heel gestald. En door wie werd u gestald? Ik dacht door Frans. Ah, het was boos. Het was hond. Ah! Ik heb dat ergens gehoord, iets over ons. Daar doen jullie trouwens helemaal niks aan. Je hebt gestalken wat. Ik vind dat je... Gestalken? Ja, ik vind dat jullie te gestalken. Gestalken? Houd de hond wel binnen Nederland en oproepbaar voor het geval wij die nodig hebben voor de moord. Weet je nu wat jij ook nog vertaalt? Mijn nagels even doen, ben je toch mee bezig zijn? Ja. Ik heb alleen mijn veldje niet bij me, maar ik kan wel een beetje onderweg pulken. Dag lieverd. Doeg! Is één
één van deze idioten überhaupt in staat tot moord? Er is iets raars gebeurd.